aan de Willem de Koning Academie en is gefascineerd door de mogelijkheid dat je in één beeld dreiging, kracht en macht, maar ook nostalgie, schoonheid, kwetsbaarheid en humor kunt ervaren. Als ik schilderijen maak, dan lees ik van tevoren altijd heel veel over het onderwerp. Ik heb bijvoorbeeld 6 jaar lang alleen maar geschilderd over onze jongens in Afghanistan. En dan lees ik daarover en van alles en nog wat. En nu ben ik dus met de financiële crisis bezig. Nou, dat vind ik nog veel moeilijker dan Afghanistan. Begrijp ik echt helemaal niks van. En ik lees er heel veel over, maar ik snap het nog steeds niet. En daarom vind ik het heel erg leuk om met mensen te praten die duidelijk aangeven dat ze zich er ook bij betrokken voelen. Om dit maximale zeggingskracht te geven en het niet te polijsten, door kleur werkt ze voornamelijk in zwart-wit. Ik zou deze schilderijen me niet voor kunnen stellen in kleur. Daar zou ik heel erg zenuwachtig voor worden. Ik zou ze heel erg kitscherig vinden en heel erg helemaal fout. Terwijl in zwart-wit kunnen dit soort dramatische onderwerpen voor mij weer wel, omdat ze dan ingeperkt worden in hun minimalisme. Zien jullie dan ook een verband tussen die twee dingen? Want er zijn ook veel mensen die over hedendaagse kunst nu juist zeggen, zo van ja, het zegt mij helemaal niks en er worden allemaal mooie verhalen bij verteld, maar ja, ik snap er niks van. Ik denk dat kunst juist een hele goede manier is om zulke dingen aan mensen over te brengen. Want als je dat vaak in woorden probeert te gieten, dan komt het niet helemaal binnen omdat je niet helemaal op hetzelfde gespreksniveau zit of wat dan ook. Maar als je dat dan op andere manieren met, weet ik veel, muziek of kunst of zulke dingen probeert over te brengen, dan gaat dat soms ineens wel. Precies. Want dit mooie paard, het Friese zwarte paard, wat een icoon is voor de paardenfokkerij in de wereld, ze zijn heel beroemd, die werd ook heel lang als oorlogspaard gebruikt. Dus daar heb je ook die link met dit verhaal. En dat dus zo'n paard, wat eigenlijk een autonoom sterk dier is, door mensen ook weer gemanipuleerd kan worden om dingen te doen die hij misschien helemaal niet wil doen. En dat geldt voor de soldaten natuurlijk ook. Want sommigen vinden het fantastisch om te gaan schieten en knallen, maar anderen gaan vanuit hele goede motieven, omdat ze denken dat ze iets kunnen verbeteren en iets kunnen opbouwen. Maar ja, ik zou het wel fijn vinden als kunst gewoon ook een onderdeel zou zijn van de maatschappij en niet alleen maar mooie plaatjes voor boven de bank. Wij hebben hier voren ook allemaal leuke bordjes staan en we willen ook nog wat meer echt beelden erbij. Ja. Omdat het nu alleen maar tekst is. Ja. Ja, het is wel leuk, want mensen blijven stilstaan om het te lezen en korte pakkende teksten. Ja. Dat lezen ze. Ik denk als je een groot verhaal over de crisis schrijft, dat de meeste mensen het dan overheen lezen. En ja, zo'n schilderij of die pakkende teksten, die worden wel opgeslagen.